Oesters die melken. Oesters die melken? Ja, die maken melk. En dat heet dan melken. Dus die gaan ze niet... Er heeft geen nager. Die moet niet gemolken. Maar kijk, er gaat zich een melkorgaan laten doen ontstaan. Kempische oesters die worden gemolken. Ja, en dat, maar die melk die geeft een hele zure smaak. En dat is helemaal... Dan kan je ze niet meer opeten eigenlijk. Nee, dan kan je ze wel opeten, maar die zijn eigenlijk... dat gaat niet zo bevorderlijk zijn voor... Je kan dat ook duidelijk zien, dat er precies ja, dat zie je meteen. Hè. Dus vanaf je ze open doet, en je gaat hieronder doe je eventjes een klikje maken, zodat de oester open gaat. En dan snij je de sluitspier eigenlijk door. Hè. Doordat je die sluitspier eigenlijk doorsnijdt, dat is eigenlijk les biologie. Okay, de kont van de oester. Je gaat dus achteraan, anaal komt u binnen en u gaat dan de sluitspier verder afwerken. Maar, en dan krijgt u hier dus een melk... Er veel volklokken in hier. Ja, maar dit is gewoon theorie, hè. Theorie. Ja, ik marineer het dan nadien. Ik ben er wel vrij goed in, eigenlijk. In zo die melk, ik wil meer weten over die melk. Dus die melk. Ja, maar dus we hebben hier snijdt... niet te veel tijd om daarover uit te leiden. Dus wat gaan we doen? Proeven van die oester. Ik ga straks even over dat melk hebben, Jan. De oester, ik heb eerst even gewoon naturel. Dus gewoon naturel, het beste van oester is gewoon een beetje peper en een klein tipje citroen. Mm-hmm. Sommige mensen houden van een klein tipje tabasco. Vind ik zelf ook zeer lekker. Dan hebben we gewoon, heb ik de oesters gemarineerd. Ik heb er straks heel even een shallotje gesneden, een beetje look, een pijpajantje, ook zeer lekker, met daarbij een beetje balsamico en witte wijn. En dan doe ik dat. Heb ik laten marineren. Heb ik boven het oester gedaan, een klein beetje verse kervel erop. En dan als laatste, de ultieme voor de beginnende oesterliefhebber, hè, is de... De gegratineerde. Dus de heetgemaakte oester. Dus we beginnen met de natuurlijke. U begint met de natuurlijke. Maar ik zou eigenlijk aan mijn willen aanraden om te beginnen met de gegratineerde. Ah, omdat die anders koud worden. Ja. En deze blijft lekker fris. Voilà. Maar dat is eigenlijk een beetje lasagne, maar dan met mijn oester. Ja, maar dat met pijpajantje ook weer. En dan een beetje witte wijn. En dan parmigiano heb ik erop gedaan. En dan een beetje emmentaler en dan wat peper en zout. En dat past waarschijnlijk perfect bij jullie drankje. Maar ik denk het wel. Bij mijn kleedje ook. Met mijn kleedje ook, ja. Het is 5 uur gepasseerd en wij zijn nogal jeugdig, dus het is fino-time vanaf nu. En wij hebben daarvoor een rosé meegenomen in de cava. Schuimwijn, allemaal niet te gewichtig doen over wijnen. Er wordt te veel complex en van alles over uitgelegd. De geslachtsverandering van de oester, hè, want dat is eigenlijk het melken. Dat kunnen we ook creëren met een cava. Als we er een volledige fles van drinken, dan zou het wel eens kunnen dat we travestietenkuren krijgen. Maar in dit geval hebben we wel eens een heel toffe cava meegenomen met de originele druif. Van de Penedès, de Trepatsdruif. En normaal wordt dat heel veel met de Pinot Noir gemaakt. En dan is het eigenlijk een afkooksel van champagne. Hier doen we het hoe dat moet. Op zijn Spaans, Penedès, Trepatsdruif. 18 maanden surlat. En bij wat past dat allemaal? Dat past bij een aperitief. Oesters. Bij oesters. Ja. Perfect bij oesters. Gaat het eerst eens te zien. Ik heb juist een oester gegeten, jullie niet. Kom aan, proeven. Is het lekker, de gratineerde? Heel lekker. Ja, het is mooi. Ja. Er zit een beetje look in. De beginnende oesterliefhebber vindt dat wel fijn. Ja, maar omdat ze meestal natuurlijke oesters niet lusten. Of ze durven dat niet. En dan pakken ze... Ik heb nog een klein beetje citroen misschien, Jan. Ik heb het er niet op gedaan. Hier nu, wat is dat eigenlijk? Dat is een sluitspier. Meen je dat? Ja, dus de oester zit met het deksel dicht. Yeah. En als je dus daar, dus je kan het achteraan om lucht te geven, en dan kan je dus aan de zijkant met je mes, van je oestermes, kan je die doorsnijden. Want dan lost de oester. En dan kan je het bovenste schil eraf nemen. Dat is een sluitspier. Jan, sinds wanneer ben je zo ongelooflijk geïnteresseerd in oesters? Ik ben geïnteresseerd in sluitspier. De oester zit vast. De oester hier, langs hier gaat ze af eigenlijk. Dat is zo. Als ze een zacht zeescheetje laat, wel. Ja. Dat is eigenlijk heel lekker, die sluitspier. Ja, dat is het lekkerste van de oester. Hè. En vooral bij Gillardot-oesters. Kijk, heel veel mensen vergeten als ze een oester neemt, hè, zoals Amaryllis heeft er nu gedaan, en die vergeet eigenlijk hier dat klein sluitspiertje. Ja? En dat is eigenlijk... Allee, daar zitten zo maar heel veel... Maar ik wil dat straks nog wel opeten. Ah, u bewaart het lekkerste tot laatst. Ik doe dat ook altijd. Daar zitten heel veel... Daar zitten heel veel wat? Ik wou het zeggen, maar ik ben het kwijt, Walter. Oké. Dat is een kluchtje, hè? We gaan hier moeten afronden.